ben Elfie Tromp en altijd op zoek naar verhalen. Ik loop door de Maastunnel samen met Rotterdammers die zich hard maken voor Zuid. Vandaag ga ik de diepte in met Ashley Nijland. Zij is een van de twee kunstenaars die RAAF runnen. RAAF staat voor Rotterdam Art, Adventure and Food. Jarenlang zat deze ontmoetingsplek net over de brug aan de Hilleweg. Dit jaar openen ze de deuren in de Maassilo. Hey Ashley. Hi. Hi. Heb je zin om de diepte in te gaan? Ja, zeker weten. Daar gaan we. Hey Ashley, jullie zijn net verhuisd naar de Maassilo. Ja. Wat brengt deze nieuwe locatie voor jullie dat jullie niet hadden op de hele weg? Nou, eigenlijk vooral ruimte. Het is zo gaaf gegaan eigenlijk met RAAF dat wij op een gegeven moment aanvragen kregen waar we niet meer aan konden voldoen. Dus we kregen e-mails uit New York van bandjes die hadden gehoord dat er ergens een heel klein, intiem, schattig podium was, waar ze graag wilden optreden. Alleen het geluid wat hun produceren konden wij dan weer niet aan. En ja, dat zijn wel dingen die je eigenlijk wil doen. Dat is ontzettend gaaf. Je wil bands uit New York gewoon in Zuid, op Zuid laten zien. Dus dat is een reden, je meer geluid kunnen maken. Ook ruimte gewoon letterlijk qua verhuringen. Mensen willen hun bruiloft bij je vieren of willen de boel afhuren voor een vergadering of een bijeenkomst. En dat past gewoon niet. En RAAF staat voor Rotterdam Art Adventure Food. Maar food gaat iemand anders doen nu, toch? Nou, we willen heel graag dus groeien. Nou, daar zijn we nu mee bezig. Maar onze passie ligt wel echt in het creatieve. Dus we willen onze focus wel echt houden op het podiumprogramma. En op projecten, samenwerkingen. En horeca is natuurlijk gewoon een vak apart. En dat is iets dat hebben we altijd met heel veel plezier gedaan. En daar ook... Ik herinner me nog de pannenkoekenavond. Ja, nou, dat was een vaste avond. Die zal denk ik ook wel blij voor, want dat is wel echt een RAAF ding geworden. En nou ja, in het eten konden we ook onze creativiteit kwijt. Alleen als we dadelijk gaan groeien, dan willen we toch gaan samenwerken met iemand die echt alleen daarop focust. Ja, en we zijn altijd heel erg fan geweest van de wijkkeuken op Zuid. Bij ons achter, in Afrikanerwijk. Hmm. Dus nu zijn we in gesprek. Okay. Kijken of we onze krachten kunnen bundelen. En dat zou wat ons betreft ontzettend gaaf zijn. Want dan hebben we echt twee partijen uit Zuid, uit de Afrikanerwijk, die het gewoon samen gaan proberen neer te zetten. Het is nu 2015. Wat zijn de dingen waar we dit jaar heel erg naar gaan moeten uitkijken op Zuid? Je zegt, nou, let hierop, jongens. Ja, ik ben natuurlijk bezig met de design silo. De Creative Factory gaat veranderen in de design silo. Mm-hmm. RAAF gaat onderdeel worden van de design silo. Wij nemen de wijkkeuken daarin mee. En wij gaan daar al onze krachten bundelen. Dus dat wordt echt een explosie van creativiteit, design, event, podium, noem het allemaal maar op. En daarnaast de pont die er moet gaan komen van Stichting Stedelings 010 tussen Katendrecht en Charloes. Dat vind ik een hele mooie. Dat wordt een verbinding die Zuid weer makkelijker toegankelijk maakt en zo ook weer interessanter maakt voor mensen om te bezoeken. Dus dan kun je via de Hoerenloper naar Katendrecht. Ja. En dan kun je even bij de design silo een kopje koffie komen drinken. Juist. En dan kun je de pont naar Charloes nemen. Nou ja, je kan een achtje maken. We hebben nu een cirkel gevormd met de Rijnhavenbrug. En dadelijk kan je het achtje nemen door de pont inderdaad te nemen van Charloes naar Katendrecht of andersom. En ja, dat hele gebied gaat daardoor ook leven. En er komt natuurlijk een pretpark van Henny van der Most. En die hele strook van de design silo naar het pretpark. Ja, daar gaat van alles gebeuren. Want ineens komt daar stroming. Ineens kun je daar makkelijk heen. Dus dat is wel een gebied om in de gaten te houden. Spannend ook, dat pretpark. Hey, ja, ik ben heel benieuwd. We zijn aangekomen bij het einde van de tunnel. Dank je wel. We zijn op Zuid. Hè? Voor we zijn deze thuis. Wandeling. Kom, we gaan naar boven. Ja, nou, heel graag gedaan. Wat meemaken hier op Zuid. Hey, ga jij liever in de zweefmolen of ben je meer van over de Ik wil echt in niks wat ronddraait. Keihard, echt niet. Liever de achtbanen.